Dus voordat ze begonnen, 1 of 2 dagen ervoor, werd het heel erg spannend in het team. Want je kunt je voorstellen, 30 mensen die ook een gezin hebben, kinderen, hè, die lieten ze allemaal achter om dan met Wim Hof, die toen niet bekend was, een berg te beklimmen binnen 3 dagen met een gevaar op hoogteziekte. Dus toen ontstond er een groep van mensen die het in 4 dagen wilden doen. Nou, Wim heel teleurgesteld, ik wilde in 3 dagen. Toen hebben ze besloten om gewoon maar te gaan en te kijken waar het schip strandt of hoe lang ze erover deden. En ze stonden dus binnen 48 uur, dus 2 dagen, met z'n allen op de top, waarvan de helft in korte broek. Dat is mindset. Ik zeg dan, uniform correct, en vertrouwen gewekt. Ik zit er weer dat als zeg een ik heb landbal zit ik er weer bij. Ja, ik heb dat ook geleerd. Je zit wel netjes in tenue. Wel een mooi kleurtje, ja, toch? Ja. Op schoen. Goeie zaak dat jullie er weer zijn, jongens. Scherpschutters. Welkom. En vandaag een hele bijzondere aflevering, want tegenover ons zit Bart, die we zo meteen uitgebreid gaan voorstellen. Waarom dit een bijzondere aflevering is, is omdat deze dus gekoppeld is aan onze allereerste Op de Korrel. Een nieuw item wat weer uit de hoge hoed is gevallen. Gevallen, ja. Waarvan wij het idee hadden van, ja, hoe kunnen we dit nou, dit concept wat wij vreselijk leuk vinden om te doen met interessante mensen in gesprek gaan en onderwerpen onderzoeken. Hoe kunnen we dat nou naar next level trekken? En toen dachten we, ja, toen kwam deze kans ineens op en dit is het gewoon. We gaan gewoon die training doen, de Wim Hof methode gaan we doen. Ja. Dus we gaan in feite beleven, zelf beleven, waar we met onze gasten over in gesprek gaan. Ja. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Dus kijk al die afleveringen terug en bedenk er een Op de Korrel bij. Ik heb ze al gezien en ik verheug me nu ook al op alle hilarische commentaren die we waarschijnlijk vanuit de bekende hoek gaan ontvangen. Maar goed, we gaan ervoor. Nou, jullie hebben allemaal de Op de Korrel inmiddels kunnen zien. Dus gezien wat wij gedaan hebben bij Bart Bierman, zijn wij de Wim Hof training gaan doen. En dan zijn we natuurlijk vreselijk uit onze comfortzone gegaan. Hebben we nieuwe dingen geleerd, hebben we dingen meegemaakt. En nu gaan we het komende uur gaan we daar eigenlijk wat meer op door. En willen we meer de verdieping op. Wat gebeurt er dan echt? En daarmee, wie anders kunnen we dan tegenover ons hebben dan Bart Biermans? Welkom. Dankjewel. En zit je dan op de korrel bij scherpschutters? Hoe voelt dat? Nou, ik heb net een mooie rondleiding van jou gehad. Hè? Jullie zijn nieuw decor aan het maken. En indrukwekkend. En de machinegeweren achter mij. Dat kan het past helemaal beleven, in het plaatje. Ook beleven bij de podcast. Ja, heerlijk. Dat is wel even iets anders als bij jou thuis. Klopt. Maar ja, wel leuk dat jullie me hebben. Maar ook hier moet je dan even doorheen prikken dan. Dat is waar. Net zoals ik dat bij jou moest doen, moet jij dat hier ook even doen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, wat een geweldige locatie waar je woont en hoe dat allemaal uitziet. Hè. Dat is echt, het straalt gewoon rust en ja, hoe moet je dat zeggen? Iets, gewoon een mooie omgeving. Hoe is dat voor jou om daar te wonen? Ja, nou, dat wonen is natuurlijk fantastisch, maar ook voor het geven van een workshop is het natuurlijk heel belangrijk dat mensen zich ontspannen voelen. Omdat in mijn workshops ga je toch naar binnen toe en contact maken met je lijf. Ik zie jullie een beetje kijken. Dit kan nog wel toch, hè jongens? Ja, qua spiritualiteit. Nee, nee, kom. Dus je gaat contact maken met je lijf en het is fijn als je jezelf veilig voelt en een prettige, rustige omgeving, zoals ik die heb, een woonboot aan de Amstel. Weliswaar een heel druk punt, maar je hebt gemerkt, het is bijna geluidsdicht, met een mooie plantenwand en natuurlijke materialen. En voor de meeste mensen is dat meteen al een eerste stap om contact te maken en rustig te zijn. Ja, ik vond het een soort begijnenhof.
Op de Amstel. Ja, Begijnhof, ja. Dat is een plek in Amsterdam, midden in het centrum van Amsterdam, waar vroeger veel nonnen bij het Spui hebben gewoond. En nu wonen daar nog veel, volgens mij, vrouwelijke, oud-geestelijke nonnen en dat soort. Klopt. En als je daar bent, dan ben je niet in Amsterdam. En toch wel. En toch wel, ja. Oh, mooi. Ja, jij benoemt al even net gekscherend van dit kan nog wel, omdat wij natuurlijk op de korrel hebben ook wel benoemd hoe ver die werelden eigenlijk uit elkaar liggen. En dat heeft te maken met een bepaalde tone of voice, een bepaalde uitstraling die in onze cultuur waar wij vandaan komen, een heel erg alpha cultuur, vaak gezien wordt als zweverig, als softie, als zwak, als weet je, allerlei... Ja. Geitenwolle sokken, linkse klep. Ja. En dat maakt dat die werelden zo ver uit elkaar liggen dat ik denk dat daar hele grote kansen gemist worden. En dat het zonde is dat niet wat dichter bij elkaar komen. En ik denk dat Wim Hof, en daar zou je meer over vertellen, wel in staat is door die wetenschap eraan te hangen. Ja. Dat daardoor meer een brug gebouwd wordt tussen dat hele softe en de harde wereld waar wij vandaan komen. En dat is maar goed ook, want wij weten inmiddels... Mm-hmm. Dat we er gewoon heel veel aan hebben en kunnen hebben. En nog veel meer aan zouden kunnen hebben als we het iets meer daarin duiken. Ja, en je zegt dat die werelden heel ver van elkaar afstaan. Maar vocaal, hè, dus de manier waarop je het benoemt, sta je misschien heel ver uit elkaar. Mm-hmm. En het gevoel wat je erbij hebt, staat misschien heel ver uit elkaar. Maar in feite staan die werelden helemaal niet zo gek ver van elkaar. Nee, dat klopt. De Wim Hof methode is eigenlijk gestoeld op Oosterse technieken. Maar Wim heeft ze in een westers jasje gezet. En dat is ook het succes op dit moment. Dus de ademhaling is ook gewoon een oude ademhaling uit het oosten. Die ik zelfs ben tegengekomen. Ik ben ook een keer naar India geweest. En daar in het Osho Center heb ik diezelfde ademhaling gedaan. En het warm worden in kou, dat heet in het oosten Tummo. En Tibetaanse monniken in de bergen, die hebben die techniek ook ontdekt. En Wim is natuurlijk in zijn jonge jaren ook naar India geweest en andere dingen heeft hij gedaan, waardoor hij geïnspireerd is daardoor. En hij heeft dat aan de, wat jullie ook correct zeggen, aan de wetenschap gehangen. En die twee samen, zeg maar, dus in een westers jasje verpakken, gewoon heel simpel kou en ademen, samen met dan wetenschappelijk onderzoek, waar ik hoop dat we straks ook nog wat verder op ingaan, want het is waanzinnig wat er op dit moment allemaal gebeurt, ja. Maakt het grote succes. Want het is op dit moment echt een succes. We reizen de hele wereld over met de workshops. Ik help Wim daar ook bij de presentatie, het scientific, dus het wetenschappelijke deel help ik Wim bij. Maar dat zijn echt workshops die groeien tot 1000 mensen en in Amerika, Australië, Europa. En het blijft groeien. Dus het is een heel interessante beweging op dit moment. Ja, het is bizar. Ik vond vooral Wim Hof interessant. Mm-hmm. Toen kwam jij op de lijn, toen zijn we bij jou geweest. En daarna ben ik natuurlijk wat meer gaan verdiepen ook in het verhaal. En als je ziet wat er online en qua video's en qua hele communities. En dan zie ik dat ook, dat heel hard, hard groeit. Hey, en wat ik ook heel interessant vind aan jou, is dat jij, je noemde net ook al het wetenschappelijke, is dat jij ook arts bent. Mm-hmm. Wat brengt dat voor extra dimensie mee in hetgeen wat jij nu doet? Nou, voor mij persoonlijk, als ik dingen aan mensen teach of leer of coach, of hoe je het wil noemen, dan vind ik het wel belangrijk dat er een basis onder ligt. Ik heb gewoon de artsenopleiding gedaan en daar ook 2 jaar farmacie. En daar heb ik vanuit een bepaald perspectief dingen geleerd. En wat ik heel mooi vind aan de Wim Hof methode is dat er nu een alternatieve methode is, hè, ten opzichte van de conventionele gezondheidszorg, maar die ook met wetenschap wordt onderbouwd. En we zien daar hele mooie dingen. En grote universiteiten, Radboud, UMC, AMC, maar ook in Amerika, Stanford University, Michigan University, zijn nu allemaal onderzoek aan het doen naar deze methode. En de belangrijkste focus daarvoor zijn de chronische ziektes, waar we hopen dat we daar mooie, daar zien we mooie resultaten op in onze workshops. Maar het is natuurlijk mooi als dat ook nog vanuit de wetenschap wordt ondersteund. Hè? Want dan kun je de extra sprong maken, wellicht naar zorgverzekeraars of om het nog groter uit te rollen. Want dat is wel uiteindelijk het doel en dat is wel ook het reden waarom ik heb dit voor mezelf gedaan, maar mijn hogere doel is ook het bewustmaken van mensen dat we dus gezondheid ook op een andere manier kunnen benaderen dan medicijnen en hoe we dat nu doen. Hè? Dus er zijn dus ook gewoon simpele methodes als ademen en
kou die dus hele mooie resultaten geven. Maar wat is dan de functie van ademhaling en kou in het in dit kunnen bereiken? Ja. In het gezonder worden. In het gezonder worden. Nou, ik mis er nog één, want ik zeg kou, ademhaling en dan is er nog eentje. Eigenlijk moeten jullie die nu ook weten. Het beïnvloeden van je auto-immuunsysteem. Naar de mindset. De mindset. Ja. Dus dat is eigenlijk de hele belangrijke. Om even mensen die hier de podcast luisteren of kijken, even een kleine hint te geven wat de mindset is. De mindset, ik kan dat aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken. In de geneeskunde hebben we het placebo-effect. Dat zullen jullie denk ik ook wel kennen. Ja. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld van mindset. Want als je dus een groep mensen een medicijn geeft en een groep mensen een pil waar niks in zit, en je zegt dat is wel een pil die wat doet, dan zien we dus vaak dat de mensen die dus een pil zonder iets krijgen, beterder worden, of hoe zou ik het zeggen, verbeteren, dan degene die de echte pil krijgen. Ja. Nou ja, dat is dus eigenlijk al de smoking gun, vind ik persoonlijk, los van de Wim Hof methode, dat die mindset, hoe jij dingen ziet, dat zullen jullie misschien ook in de mariniersopleiding hebben gehad, hè? Dat je denkt, dat kan ik niet, en dan als je dan de mind goed zet, dan hey, het kan wel. Nou, en dat vind ik het bijzondere dus aan die mindset, dat je dus met je mind iets wat je denkt, dat kan niet. Maar als je er dus toch echt in gaat geloven, dan kan het dus wel. Ja. En dat is natuurlijk exact waarom voor ons dit onderwerp enorm belangrijk is. Want wij kunnen natuurlijk iedereen vertellen die iets wil bereiken, dat je aan de halters moet gaan hangen en dat je hard moet gaan leren rennen en dat je sterk moet worden. Maar uiteindelijk ga je tijdens de opleiding, gaat iedereen fysiek gesloopt worden. En dan blijft nog maar één ding over en dat is je mindset. Ja. En daarom is die zo vreselijk belangrijk binnen het veld waar wij gewerkt hebben. En in algemene zin, om dingen te bereiken in je leven die je zelf of misschien wel onmogelijk acht. En wat dacht je van topsporters? Hè? Topsporters, ja. Een topsporter is in vorm of niet in vorm? Wat is in vorm? Dat is je mindset. Hè? En de ene keer is een topsporter, die presteert die supergoed en de andere keer niet. En ik denk dat we daar dus ook nog heel veel winst kunnen halen bij topsporters, atleten. Van, hè, als je dus echt niet het fysieke gaat trainen, maar ook het mentale, dus je mindset. Ja, dan kun je daar nog veel meer uithalen. Ja. En Wim is eigenlijk grote, hoe zou ik het zeggen? Hij laat dat echt uitvergroot zien wat een mindset kan doen. Hij gaat... Nou, daar heb je waarschijnlijk ook wel over gelezen. Hij gaat de Mount Everest beklimmen in zijn korte broek. Ja, dat kan toch niet? Nou, dat kan dus wel. Tot 7400 meter. Hij gaat onder een ijs zwemmen 60 meter. Hij gaat een marathon lopen bij de Poolcirkel in korte broek. Een marathon in de Sahara zonder te drinken. Ik zeg niet dat je dat allemaal moet gaan doen. Maar het maakt wel duidelijk van, hey, je kunt dus echt met je mindset heel veel doen. Ja, dat is het ene wat het mij zegt. En het andere, wanneer het pas echt interessant wordt wat mij betreft. Want je kan al die dingen die je net opnoemt, kan je altijd zeggen van ja, maar Wim Hof is zo bijzonder. Hè, ja. dat hij dat kan, ja. Dat zegt nog niks. Kijk, het wordt pas echt bijzonder. Ja. Wat mij betreft in het Wim Hof avontuur. Ja. Op het moment dat hij dus in staat bleek om ook andere mensen dingen te laten doen die eigenlijk... Ja. Dacht Truus uit Huppelkutteveen het ook al. Ja. Ja. Dat is waar de echte crux zit natuurlijk. Ik wil niet te lang aan het woord zijn, maar ik wil het verhaal van de Kilimanjaro wel vertellen. Ja, nee, maar ik wil eerst... ik ben godverdomme nooit aan het woord hier. Ja. Luister. Nee, laten we daar zo op terugkomen. Ja. Ja. Waar ik nou even benieuwd naar ben, hè, dus je hebt ademhaling, kou en mindset. Ja. Wat doen die ademhaling en die kou naast de mindset dan voor een betere gezondheid? Maar daar heb ik nog geen antwoord op. Heb je even? Nou ja, goed, in het kort. Neem ons eens even mee. Ja, in het kort. Kijk, het is altijd... en ik voel die verplichting als arts om daar wel een scheiding in te brengen. We hebben aan de ene kant wat wetenschappelijk onderzoek. Ik zal daar ook naar refereren als ik het daarover heb. En aan de andere kant hebben we gewoon de ervaring van het trainen en wat we zien. Mm-hmm. En wat we denken dat het doet. Want er is natuurlijk ook nog heel veel niet bekend van de Wim Hof methode. Dus dat wil ik er wel bij zeggen. Dus als ik het heb over wat doet de kou. Dan kan ik zeggen, het doet je vaatbed trainen. Hè? Dus je door de kou in dat ijsbad gaan je vaatjes samenknijpen. En als je eruit gaat, gaat het weer open. En dat is dus heel goed voor je cardiovasculaire systeem.
datzelfde mechanisme heb je ook als je gaat ademen. En dan heeft het meer te maken, dat kun je misschien nog wel herinneren, die slides met die CO2 en die zuurstof. Ja, dat je dus het zuurstofgehalte en het CO2-gehalte verandert. Ja. En dat geeft ook weer een samenknijpen van de vaten en het ontspannen van de vaten. Dus dit is geen wetenschap, maar bijvoorbeeld uit eigen ervaring merkte ik dat mijn rusthartslag naar 45 ging. En dat is een hele lage rusthartslag. En dat is omdat je cardiovasculaire systeem flexibeler wordt, waardoor het hart minder hard hoeft te pompen. Dus het is goed voor je cardiovasculaire systeem. De ademhaling hebben jullie ook gemerkt. Daar kom je echt in een soort, soms in een soort energieke toestand. Maar je kunt het ook gebruiken. Ik weet niet of je taal wel eens voor in hebt gezet. Maar jullie slapen denk ik wel goed. Maar als je bijvoorbeeld niet goed kan slapen, kun je dus die ademhaling ook inzetten om heel makkelijk in slaap te komen. Nou ja, en in het wetenschappelijk onderzoek zien we dus ook dat het aantal witte bloedcellen wordt verhoogd. Hè, dus je immuniteit versterkt. Dat merken we ook in de praktijk. Hè, dat je dus simpel gezegd minder griep hebt. Als ik elke dag met de kou train, dus wel elke dag, ja, dan heeft een griepje bij mij geen kans. Het is geen wetenschappelijk onderzoek, wil ik er wel bij zeggen. Maar dus de kou en de ademhaling hebben op verschillende... De ademhaling maakt ook je lichaam alkalisch. Hè, dus een lagere... Nee, ik moet goed zeggen, een hogere pH. Dus er gebeurt heel veel fysiologisch. En wij zien het ook als een soort reset. Een reset, dus je haalt het lichaam uit de comfortzone, waardoor het zich weer reset en allerlei processen meer optimaal gaan werken. Ja. Nou, wat ik mooi vond, zeg maar, aan dat moment van in het ijsbad stappen, hè, want je... Eigenlijk doe je dat een beetje met het idee van, nou, ik heb net al die ademhalingsoefeningen gedaan. Dus kan ik dit nu makkelijk doen. Jullie gingen er ook wel heel lekker in. Hoor. Ja, maar desondanks, zeg maar, dat eerste moment dat je, zeg maar, onderdompelt in het ijswater. Ja. Dat is wel zo'n shockmoment. Dat is wel zo'n moment dat je denkt van, hier moet ik uit. Daar kan jij wat meer over vertellen, Mark. Ik had die reactie denk ik heftiger dan Jeroen. Ik was ook de tweede, dus het schijnt... Ja, jij moest pissen. Ik moest pissen. Dus ik was iets meer uit de ademhalingsroes dan Jeroen. Ja. Maar het zal vast ook met persoonlijkheden te maken. Ik had, toen ik het bad inging, wel echt meteen van tering. Dit is veel heftiger dan ik had... Ik had daar zo min mogelijk verwachtingen bij, maar ik had wel echt zo, bam, shit, ik voelde wel echt die shock, voerde ik even. En toen kreeg ik meteen zoiets van, misschien ook vanuit de druk omdat de kamers zijn, of weet ik veel wat, maar toen had ik wel meteen zoiets, dit ga ik op zeker niet fixen, joh, what the fuck. Dat was mijn eerste moment. Die karige kast. Want ik ben natuurlijk ook een mega koukleum. Hetzelfde hier, hoor. Ja. Anyway, maar dat was echt... dus toen was het... dat ervaarde ik gewoon. Ik ervaarde gewoon... Shit, oh, ik wil hier uit en ik kan het niet. Dat was mijn eerste reactie. En dat is dus eigenlijk een beetje die flight... reactie. Ja, daar kunnen we wel even wat over... Ik vond het mooi. Ja. Want in feite is dat wat je meteen wil. Maar je mindset zegt van... Nee, ik ga dit ervaren. Ik blijf erin. Ja, mijn mindset stond er... Mijn focus was wel echt op... Die stond haaks op de fysiologie. Die heel heftig was opeens. Ja. Dat vond ik wel. En dan kon je nu, maar dat is ook de essentie. De essentie is niet zozeer dat jij heel goed in dat ijsbad gaat. De essentie is dat je jezelf in een enorme fysiologische stressprikkel zet. De fight, flight, fight respons. Ja. En dat jij het lichaam leert om daarin te ontspannen. Ja. Dus de fight, flight, fight respons die komt uit het dierenrijk. Dat is als een prooidier wordt aangevallen door een predator. Dan gaat hij dus in een modus waarin zijn pupillen opengaan, waarin die hartslag omhoog gaat, waarin zijn spieren op spanning komen. En dan kan hij dus vluchten, flight, vechten, fight, of fright, freeze, bevriezen. Nou, dat bevriezen, dat weet niet iedereen, maar dat is dus omdat dan de predator, hoe noem je dat? Die denkt, die is dood, dus die laat ik liggen. Dus dat is nog een mogelijkheid om te ontsnappen. Ja. En een andere reden om in de fright of freeze mode te komen, is dat je geen pijn voelt en de meeste prooidieren worden opgegeten. Dus als jij naar natuurfilms kijkt, dan zie je ook vaak dat het prooidier in het begin even stuiptrekking heeft en dan wordt je heel rustig. Dus dan komt hij in een andere state of mind, waarin hij geen pijn voelt. Ja, ik ben heel enthousiast, jongens. Jullie moeten mij onderbreken. Helemaal niet. Daarvoor hebben we je heen gehaald. Okay. Dan hoef ik zo min mogelijk te zeggen. Nee, maar die dat heb ik dus ervaren. Ik ben natuurlijk vaker, denk ik, dan een gemiddeld persoon in situaties gekomen die spannend zijn. Die dan die reacties zouden moeten oproepen.
En op het moment dat ik dat bad inging, kon ik dus daadwerkelijk ervaren wat er dan dus in je lichaam gebeurt. En wat, hoe je dus in staat kan zijn om, oké, weet je, dat toch om te zetten. Jij ging toen ook wat in mijn oor zeggen van, oké, dit en dat, jij kan dit. En een beetje die aanmoediging geven. Affirmaties, positief. Ja, zo een beetje. En toen merkte je eigenlijk heel snel, want dat was enkele seconden, denk ik, dat je dus dat omzet. Mm-hmm. En dan die dingen soort van kan gaan reguleren. En kan kijken, oké, wat gebeurt er nou? Ga ik hier dood aan? Dus dan krijg je... nee, dus. Hè, dus en dan dat gewoon soort van ervaren. En toen vloeide die eerste reactie heel snel weg. Ja, het is de bedoeling om echt in je lijf te komen. En zo'n ijsbad brengt je in je lijf. En ook na de ademhaling hebben jullie ook gemerkt dat je best wel... Ja, je komt in een plek, daar zullen we het straks ook over hebben... minder in je lijf. En hier kom je echt weer terug in je lijf. En dat vind ik het mooi aan het ijsbad. Dat je dus echt een soort... Ja, ik noem het altijd een soort super yoga oefening. Je komt, bij yoga ga je in een positie staan die je niet fijn vindt. En daar adem je doorheen. Maar een ijsbad is het eigenlijk hetzelfde. Alleen daar kun je niet smokkelen. Bij een yoga pose kun je nog even wat anders doen. Maar hier zit je in het ijsbad. Of je bent eruit. Dus je moet naar jezelf toe. Ja. En als jij in je hoofd schiet naar een angst of naar ik kan dit niet of wat dan ook, dan ben je eruit. Maar als jij echt contact maakt met je lijf, en dan mochten we gebruiken dat woord, dus contact maakt met je lijf, dan kun je blijven. Ja, dus het is een enorme uitnodiging om dat contact te maken. Ja. En een hele dringende uitnodiging, want dat ijsbad, dat forceert je eigenlijk om dat contact aan te gaan. Ja, kijk, wat wij in de moderne wereld natuurlijk hebben, is dat we inmiddels leven op een manier dat eigenlijk continu alleen maar die gedachten de hele dag alleen maar aan zijn. En we inmiddels alleen nog maar hier leven. In het hoofd, ja. In het hoofd leven. En daardoor ook de bloedtoevoer meer daar mee bezig is dan vroeger waarschijnlijk. Ja. En wat ik dus interessant vind aan deze methode is dus de laagdrempelige manier om dat dus soort van te doorbreken. Mm-hmm. En dus weer even andere dingen te ervaren dan alleen maar dat hoofd. Dat hoofd, ja. Je zegt dat heel mooi. En je kunt het onderbewuste noemen of het lijf. Je weet nog wel die mooie slide met die hersenen, dat je verschillende hersendelen hebt. Ja. Dat is, denk ik, om deze podcast diep op in te gaan, gaat iets te ver. Maar wat ik erover wil zeggen is dit. Je hebt dus, wij zijn een hele succesvolle soort, de Homo sapiens. En wij zijn zo succesvol omdat we een hele grote hersenen hebben. En een groot deel van die hersenen noemen we neocortex. Neo, van nieuw, dus het laatst geëvolueerd. En daar zitten wij heel erg veel in. En dat is eigenlijk je hoofd de hele tijd. En ik niet altijd, hoor. Wat? En daaronder zitten de diepere lagen van je bewustzijn. Of wij noemen dat reptiele brein, emotionele brein. En daar zit bijvoorbeeld je intuïtie. Of daar zitten dingen die wij niet zo goed meer kennen. Kijk bijvoorbeeld, ik noem altijd mooi het voorbeeld. Als er een tsunami aan wal komt, hè, dan zijn bijna alle... Dieren zijn al weg, dus die zijn nog wel verbonden met hun instinct. Wij noemen dat dan heel mooi intuïtie. Maar er is dus wel iets. Ja? En wij, omdat wij niet meer in de natuur leven en omdat wij steeds meer vanuit het hoofd zijn gaan leven, zeggen sommige mensen dat bestaat niet eens. Dat is misschien wel wat je zegt, dat stomme spiritualiteit. Hè? Ja, ja. Dat zachte gedoe. Maar dat is wel een essentieel deel van mens zijn. Hè? En ik vind het leuk om het nu zo in een wetenschappelijke Wim Hof methode te verpakken, zodat ik ook jullie kan bereiken. Want ik zit hier nu in jullie podcast. Ja. En jullie hebben het ervaren. En dat vind ik het mooie hieraan. Kijk, van de oorsprong waarom ik het erop aanga, is omdat ik denk van het is een onderdeel ook van een warrior zijn. Hè? Dus wij zijn dan in de moderne wereld zijn wij een wereld ingegaan waarop we dan strijder zijn geworden. Maar ik vind het zo raar dat we eigenlijk dat deel een soort van verloren zijn. Terwijl ik denk als je teruggaat naar toen we nog aan het jagen waren, dat waren juist denk ik de jagers heel erg goed in staat om contact te maken met de intuïtie. Mm-hmm. En dat ik vind het zo raar dat we nu op een punt beland zijn dat een soort van iets vaags geworden is of iets soft of zo. Ik zie het van, je moet 3 I's aan elkaar leren verbinden. En ik denk dat de eerste 2 I's... bij heel veel mensen gewoon niet meer bestaan of vergeten zijn. In die 3 zetten, dat is je instinct. Mm-hmm. Hè, dus dat zijn je primair aangedreven... Je gut feeling? Aangedreven systemen. Ja. Daarna komt de intuïtie, dat is je gut feeling. Oh, dat is je gut feeling, ja. Dus dat voel je. Ja. En daarmee kun je zeg maar je gedrag laten leiden. Mm-hmm. En intelligentie. Mm-hmm. En als je die 3 naast elkaar heel snel weet te vinden... Wat was de eerste I nou?
Je instinct. Dus dat is je primair aangedreven systeem. Dan intuïtie. Hè. Intuïtie zit al meer cognitief. Mm-hmm. Maar je voelt iets wat je dan cognitief intelligent beoordeelt. Mm-hmm. En dan handel je daarnaar. Ja. En met name die twee laatste, of die twee eerste, mm-hmm. die vergeten we. Ja. Ja. En ik vond het mooi in die, Wim Hof methode om te ervaren dat je bijna cognitief heel bewust ervaart wat je primaire systeem is. Met name als je dat ijsbad induikt. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar ook tijdens dat ademhalen, dan is het misschien wat minder bewust. Maar uiteindelijk, als je daar dan uitkomt, er wel flarden zijn die zijn blijven hangen. En dan ga je in feite proberen daar direct cognitief antwoord op te geven. Maar het lukt je niet. Mm-hmm, mm-hmm. Het gaat door de ervaring. Mm. En dat is het mooie. Die ervaring van stress, die zet je om door het te ervaren. Heel vaak vragen mensen aan mij van, ja, hoe doet Wim dat dan? Maar als ik dat aan Wim vraag, dan zegt hij, ja, ik doe het door het juist niet te doen. Door het te ervaren. Mm-hmm. Wij willen juist heel vaak sturen vanuit die cognitieve brein. Hè, vanuit die neocortex willen we iets controleren en sturen, maar de intuïtie en dat diepere deel van je bewustzijn, dat komt alleen tot leven als je dat laat. Ja? Dus je wordt vaak pas warm in een ijsbad als jij het vechten opgeeft, het controleren opgeeft. Denkt van, dit is het, ik moet hier blijven voor de rest van mijn leven en ik geef me eraan over. Ja. Want hoe ga je een ijsbad in? Weet jullie dat nog? Wat de belangrijke dingen zijn om in een ijsbad te focus. Focus, inderdaad. Ademhaling. De ademhaling, heel belangrijk. En ontspannen. Ontspannen of loslaten. Wij noemen dat dan loslaten. En vertrouwen. Hè? En het vertrouwen in je lijf. Nou, dat hebben jullie gelukkig als geen ander. Jullie hebben natuurlijk heel veel met lijf gewerkt. En dat zag ik ook wel terug in de workshop, hoor. Want jullie hebben geen vergelijk, maar hoe jij erin ging, Jeroen, dat was echt als een marinier. Dus ik keek even achterom en hij lag er al in. Dus dat stukje, dat hebben jullie dan voor op de Hornburgers. Biertje erbij. Lekker. Ja, koud biertje. Maar de essentie is wel het ervaren en het niet willen controleren. En dat hebben jullie denk ik allebei wel ervaren in het ijsbad. Als je het loslaat, dat dan opeens het lichaam warm wordt en dat de spanning weggaat en de pijn ook minder wordt. Ja. Nou, als je die drie I's terughaalt, als je kijkt naar opleidingen, dan komen die in feite min of meer, zonder dat je dat weet, of zonder dat daar kennis van is, komen die wel terug. Mm-hmm. Misschien dat het instinct, zeg maar, al die primaire processen, daar het minste eigenlijk naar gekeken wordt. Fight, flight, hè? Dat is dan... De intuïtie met name ontstaat door heel veel te ervaren. Ja, ervaring. Training, ervaren, zo'n leercurve. Als je iets 5 keer gedaan hebt, dan ga je gigantische leercurve meemaken. Met name als het stress gerelateerd is. Intuïtie wordt wel... Met de intuïtie, ik moet dan denken aan een voorbeeld waarvan ik denk dat intuïtie wel veel gebruikt is. Maar dan denk ik dat de discussie zal worden, is dat een intuïtie of een stukje ervaring of een combinatie daarvan. Dat is moeilijk. Is met searchers bijvoorbeeld, weet je. De searchers die waren verantwoordelijk voor om te bepalen waar er een verhoogd risico was dat er IED's, bermbommen, zouden liggen. Mm-hmm. Die waren dus eigenlijk verantwoordelijk voor de hele stoet die er achteraan komt. Dus een gigantische verantwoordelijkheid voor jongens die dat moeten handelen. Want zij van tevoren kunnen ze op basis van de kaart kunnen ze natuurlijk bepalen van, nou, dat zijn choke points. En een choke point is dus een punt waar het logisch zou zijn dat er een bepaalde marker staat, dat ze die bermbommen kunnen afzetten en dat ze dus daar logischerwijs kunnen liggen. Maar er zijn denk ik heel veel voorbeelden te bedenken waarop toch op intuïtie, op zo'n soort van een gut feeling, volgens mij moeten we stoppen. Volgens mij moeten we daar toch checken, zonder dat daar misschien direct een aanleiding voor is. Dat is een heel aanwijsbaar situatie voor militairen, waarvan ik denk dat intuïtie bijvoorbeeld heel... Die intuïtie die is dan waarschijnlijk ontstaan doordat er heel veel geoefend is, heel veel situaties opgezocht zijn om te beoordelen. Ervaren, dat is eigenlijk wat je en dat er daarin impliciete verbindingen gemaakt zijn die uiteindelijk oppoppen omdat ze iets herkennen. Ja. En ineens denken ze van, boem, nu moeten we stoppen. Ja. Ja. Misschien wel vanuit het onderbewuste signalen, die je dus eigenlijk niet eens meer bewust binnenkrijgt, maar toch denkt van, hé,
nu moet ik actie ondernemen. Ja, net die ene Parks die je dan, die ene man of zo, die je niet echt heel bewust meekrijgt, maar dat je toch merkt dat hij gespannen is. Of het zijn denk ik hele kleine tekenen die je dan normaal gesproken misschien zou missen en die dan, als je het toelaat, misschien eerder zou herkennen. Maar dat is heel ongrijpbaar natuurlijk. Mm-hmm. Jij had nog ons beloofd een heel gaaf verhaal over de Kilimanjaro. Wat kan je daar over vertellen? Ja, ik breng toch weer even terug naar de drie pilaren. Hè? Dus de mindset, de kou en de ademhaling. We hebben het net echt over de kou gehad, hè? Het ijsbad. Wat doet dat nou? Ja. Maar de mindset hebben we het over gehad. Maar ik vind de mindset kan ik aan een heel duidelijk maken aan een mooi verhaal. Wat jij heel terecht zei van ja, Wim, is allemaal leuk dat hij dat kan. Hè? Maar dat is gewoon een... We horen de verbouwing van Nelsjoeter op de achtergrond. Ja. Ga door. Ja, kan gewoon door. Wim die kan dat, maar dat is misschien exceptioneel. En waar Wim de connectie maakte met de gewone burgers, zoals jullie dat zouden zeggen, dat was bij de Kilimanjaro. Hij wilde de Kilimanjaro beklimmen met 30 chronisch zieke mensen. En de Kilimanjaro, ik heb hem zelf ook beklommen. Normaal beklim je die in 6 dagen. Als je die in 5 dagen beklimt, haalt 25% ongeveer de top. Omdat 75% risico heeft voor hoogteziekte. En op het moment dat jij hoogteziekte krijgt, dat kennen jullie misschien ook wel, dan moet je naar beneden. Hè? Want de eerste symptomen zijn heel mild. Maar daarna kan er zelfs longuitdeem, dus zwelling in de longen, zwelling in de hersenen komen. En dan kun je zelfs aan overlijden. En Wim die wilde met 30 ongetraind in het berg beklimmen, maar wel getraind in de Wim Hof methode, wilde die de Kilimanjaro beklimmen binnen 3 dagen. Ja, dat is best wel heftig dus. Dat is eigenlijk nooit eerder gedaan. En dus ze wilden daar wel een dokter bij meenemen. Maar geen enkele dokter wilde zich verbinden aan deze waanzinnige expeditie. Ze zeiden, Wim was toen ook nog niet zo bekend van... dat gaan we niet doen. Dat is onverantwoord. Nou, toen was er gelukkig een dokter in het team. Die zei, ja, ik ben dan de dokter. Is natuurlijk wel een liability. Hè, als je een dokter als deelnemer hebt die ook hoogteziekte kan krijgen. En daar niet in getraind is. Want een expeditiearts heeft daar wel ervaring mee met hoogteverschillen. Dus voordat ze begonnen, 1 of 2 dagen ervoor, werd het heel erg spannend in het team. Want je kunt je voorstellen, 30 mensen die ook een gezin hebben, kinderen, hè, die lieten ze allemaal achter om dan met Wim Hof, die toen niet bekend was, een berg te beklimmen binnen 3 dagen met een gevaar op hoogteziekte. Dus toen ontstond er een groep van mensen die het in 4 dagen wilden doen. Nou, Wim heel teleurgesteld, ik wil in 3 dagen. Toen hebben ze besloten om gewoon maar te gaan en te kijken waar het schip strandt of hoe lang ze erover deden. En ze stonden dus binnen 48 uur, dus 2 dagen, met z'n allen op de top, waarvan de helft in korte broek. Dat is mindset. Dus dat is mindset. Ja. Ja. Dus, en dat zit helemaal, weet je, een ijsbad, dat zit echt wel buiten de comfortzone. Maar een berg beklimmen met risico om dood te gaan in 1/3 van de tijd... wat nog nooit eerder is gedaan. Wim Hof is heel erg aanstekelijk en is heel erg een soort van een bepaalde soort persoonlijkheid. In hoeverre, kijk, ik weet hoe belangrijk het is om inspirerende leiders te hebben. Ja. En hoe ver mensen daarin kunnen gaan. Je weet ook daarvoor, er zijn ook allerlei voorbeelden in oorlogssituaties geweest waarbij mensen allerlei dingen hebben gedaan omdat ze vertrouwen hebben in de leider. Mm-hmm. En een leading by example, dat op het moment dat die gaat, dan volgen zij ook. Mm-hmm. In hoeverre heeft het principe dat zij tegen Wim Hof opkijken en zien als een specialist en daardoor hun vertrouwen erin stellen, invloed gehad op de resultaten van zo'n beklimming? Dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat dat zeker mee heeft gespeeld. Maar ik denk ook dat het groepsproces en het gewoon zelf ervaren... Hè, al die 30 chronisch zieken hebben natuurlijk wel een training bij Wim gehad. Dus ze hebben ook al van tevoren ervaren wat mindset is... en wat het is om je lijf te vertrouwen. Hè, wat jullie ook in die workshop hebben ervaren. Ja. Dus het is denk ik een samenspel van het vertrouwen in zichzelf hebben. Het vertrouwen in de groep hebben. Hè, want een sterke groepsdynamiek, dat merk ik ook op mijn winterretreats. Dan kom je ook tot grote hoogte.
hoogte. En natuurlijk een leider die daar staat. En of dat Wim is natuurlijk een heel charismatisch leider. Maar dat kan natuurlijk ook een andere leider zijn, hè, die ook charisma heeft. En die componenten, dus de groep, de leider en het zelf ervaren. Ik denk dat die drie de mind op het goede, samen met goede, de plek, ja, goede plek kunnen, ja, kunnen houden. Ja, ja. Ja. Ik zie onze premier dat al doen in het kabinet. Nou, als je bij deze kan, wil ik ze wel uitnodigen. Gaan we met je kraan voor die top op. Maar dan is het misschien ook minder erg als we terugkomen. Ik zie premier Rutte er nog wel voor aan ook. Ja. Ja. Of is die niet meer premier? Jawel, toch? Ja, zeker. Okay. Zit nog dik in het zadel. Ja. Ja, dan krijg je er niet zomaar meer uit, ben ik bang. Hey, wat ik niet verwacht had van de training, is dat dat het ademhalen meer indruk op mij heeft gemaakt dan het ijsbad. Kijk, Wim Hof is natuurlijk ook een stukje marketing. En de reden dat het zo hard gegroeid is, heeft ook wel een beetje te maken met het feit dat het een soort gimmick is. En mensen dan, je ziet het ook aan een bepaalde items op YouTube. En dat is de reden waarom wij een wat gelaagder item willen maken dan alleen maar van, we gaan in een ijsbad springen en dan dat is het dan. Want dat is natuurlijk vaak wat bij een deel van de doelgroep een beetje overeind blijft. Hè? Mm-hmm, ja. En dat heeft ook te maken met dat is heel aanwijsbaar. Dat is tof in een ijsbad zitten. Daar heeft iedereen een soort van beeld bij. Maar wat ik dus heel interessant vond, was dat de ademhaling eigenlijk veel heftiger was. En ook echt iets met je doet. Kan jij vertellen waarom dat heftig is, dus wat er met je gebeurt en wat er dan ook in je mind kan gebeuren en wat de resultaten zijn die je ook wel hebt gezien in jouw praktijk, wat er met mensen gebeurt. Ja, nou ja, je zegt het heel erg treffend, want de mensen boeken voor het ijsbad en het is een mooie manier om ze met een ademhalingstechniek in contact te brengen. En de mannen doen nu ook mee, dus de meeste workshops die ik in mijn ik heb ook een soort persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Was ik een van de weinige mannen bij meditatie of yoga of wat voor dingen. En nu bij Wim Hof zie je zelfs op de workshops, de winterweken van Wim, dat het alleen maar mannen zijn. Dus de mannen voelen zich heel erg aangetrokken tot deze vorm van spiritualiteit. Hoe een woord? De pink elephant in the room. Ja. Dat is sowieso. Dus dat ijsbad ben ik heel blij mee. Hè? Alleen inderdaad de ademhaling. En het is niet alleen de ervaring, Mark, maar ook de wetenschap. Die is, wat we nu bij de Wim Hof methode zien we dat de ademhaling, dat immuunsysteem. Hè, we zullen het zo nog even over dat endotoxine onderzoek hebben. Maar de ademhaling, die heeft die resultaten. En het ijsbad doet daar nog een schepje bovenop. Is een soort katalysator. He, maar om even terug naar de ervaring te gaan, wat het mooie van de ademhaling is dat je dus echt contact maakt met je lijf, waardoor je dus in die juiste mindset komt, in het vertrouwen komt, in je kracht komt, waardoor je dus goed in dat ijsbad kan. Maar wat er ook gebeurt, is als jij echt contact maakt met je lijf of je onderbewuste, kun je ook bij bepaalde emoties komen en zelfs bij, dat jij Jeroen, bij bepaalde beelden. He, dus het kan, je kan ook die ademhaling gebruiken om in een diepere laag van jezelf te komen, van je geest of van je lijf. En dat is voor sommige mensen die dat nog nooit gedaan hebben, juist de mensen die zeggen, spiritualiteit, dat is boeien, dat is zacht, die komen dan voor het eerst, komen ze in een spirituele laag of in een diepere laag of in een fysiologische laag. Het is inderdaad hoe je het noemt, in je onderbewuste, maakt mij niet uit hoe we het noemen, maar dat is voor heel veel mensen zo indrukwekkend dat ze daar voor het eerst contact mee maken, dat ze dat vaak onthouden en niet het ijsbad, wat ook natuurlijk een ervaring is, maar een andere. Ja, want de manier waarop jij op ons pad bent gekomen is omdat jij een arrestatieteam hebt gehad en jij verbaasd was, of in ieder geval wat interessant vond hoe de resultaten daar waren. En dat had te maken met het feit, zoals jij dat omschreef, en dat kan je misschien zelf beter omschrijven, maar zoals ik hem begrepen heb, is omdat zij toch wel gewend waren om naar het gevaar tussen haakjes toe te gaan. Dus iets als jij iets ervaart, op het moment dat je heel erg gaat ademen, iets dat misschien onbekend is of heftig is, of iets wat dus in de traumatische sferen kan zitten. Ja. Dat wij dan toch wel gewend zijn om dat dan verder te onderzoeken, als het ware. Ja, en ik denk dat er nog twee andere dingen ook een rol spelen. En dat is één, dat ze in een groep zijn die ze kennen, waar ze vertrouwd mee zijn, waar ze zich veilig voelen. Dus dan durf je ook verder te gaan. He, als je in een workshop van mij, dat is heel leuk, maar dat zijn natuurlijk allemaal mensen die elkaar niet kennen. Een bedrijfsuitje is nog anders, weet je. Dan heb je ook nog allerlei collega's. Wat zullen die ervan vinden? He, als je bijvoorbeeld moet huilen of iets van een emotie toelaat.
En een ander iets is natuurlijk dat arrestatieteam doet gewoon, ik ben dan de leider en die doen gewoon wat ik zeg. Dus ja. Als ik zeg doorademen, dan ademen ze gewoon door. Ja. Ja? En als ik zeg, en nu gaan we ervoor, nu gaan we een minuut echt knallen met z'n allen, dan gaan ze dat doen. Dus dat was voor mij dat ik dacht van, ik zag hem niet aankomen. Ik dacht allemaal, hè, mensen, gespierde gasten die niks met spiritualiteit hebben, ja, dat, die gaan in de weerstand. Maar het tegendeel was het geval. En dat toen dacht ik, hey, ik wil dit soort groepen. Dit is waanzinnig. En toen heb ik jullie gecontact. Ja, ik vind het super interessant, omdat we hebben vorige week... Ja, maar we wilden ook namen hebben, maar we kregen ze niet. Broekskaart. Nee. We hebben natuurlijk een aflevering met Anne van der Ouweland gehad, waarbij we soft skills voor tough guys besproken hadden. Dus methodes om te kijken van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat PTSS-achtige klachten omlaag gaan. En hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat mensen stabieler blijven, ook al maken ze traumatische ervaringen mee. En ik vind dit ook interessant, omdat het voor mijn gevoel zit er daar ook raakvlak. Omdat het dus resoneert bij een grote groep mannen. Mannen vinden het gewoon makkelijker en willen minder tierenlantijntjes hebben. En gewoon ademen en kou. Dat is gewoon, weet je, dat klopt. Ja. Dat denk ik een methode is die binnen een wereld als defensie en justitie, denk ik, heel erg goede tool zou kunnen zijn. Mm-hmm. Om te kijken of we mensen op die manier hun uitknop weer kunnen laten vinden. Op het moment dat jij in een uitzendgebied bent, je staat continu aan. Ja. En dan is het heel belangrijk dat je na een bepaalde periode van onder druk staan, blootstaan aan allerlei mogelijk traumatische ervaringen, daarna weer terugkeert en weer een soort van die uitknop vindt en weer connectie maakt met alles wat daar zit, om dat op een manier te verwerken. Ja. Dus daar zie ik ook een link. Die vind ik ook mooi, daar wil ik wel even op inhaken. Want die uitknop, zoals je dat noemt, hè, dus als je dus onder extreme stress staat, hè, dat wil eigenlijk zeggen dat je aanstaat. Hè, al je zintuigen staan open, want je bent hyper alert. Hè, en posttraumatische stress heeft er natuurlijk ook mee te maken, hè, ook nog met herbeleving, met dromen en zo. Maar ook die mensen zijn super alert. De hele tijd kan er wat gebeuren. Ja. Nou, en deze methode die kan dus ook zorgen dat je dus tussen het parasympathische rustzenuwstelsel en het sympathische zenuwstelsel, dat je leert om daar zelf tussen te switchen. Dat hebben jullie ook tijdens de ademhaling gemerkt. Tijdens het echt doorademen zit je echt in de sympathicus. Maar in de retentie, het stoppen met ademen, kom je echt in die rust. En na een aantal rondes als we stoppen, ja, de meeste mensen, jij viel, dat weet ik nog Jeroen, jij viel in slaap. Nou, ik was niet in slaap gevallen. Ja, niet in slaap, maar toen ik raakte jou aan en toen schrok je echt zo een beetje. Je was echt in een plek waar het heel rustig was, althans zo zag het eruit aan de buitenkant. Ja. En dat is dus, je kunt dus ook, het is ook wat ik in het begin van de podcast zei, het slapen. Als wij telkens in die actiemodus zitten en we gaan in bed liggen en die gedachten gaan door en de hartslag blijft hoog, kom je niet in slaap. Hè? Dat is ook stress. En met deze methode kun je dus ook die hartslag omlaag en weer in je lijf uit die gedachtes. En dan val je eigenlijk vanzelf in slaap. Ja. Dus het is een hele mooie manier om te switchen tussen die actie en die rust. Ja. Terwijl sommige mensen in die actie blijven. Ja. Ja, ik denk dat dat een skill is die essentieel is voor mensen die het werk doen wat wij gedaan hebben. Mm-hmm. En dat ik het gek vind dat dus nog steeds zo'n zo'n bepaald imago heeft. Daar moeten we gewoon ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft met het sfeertje waarin je dat nu kan vinden. Mm-hmm. Bij jou thuis ook. Ik vind het is een prachtige locatie. Maar je, op de plek waar je bent, dat is een beetje boeddhistisch-achtig, richting natuur ingericht. En ik vind dat heel mooi. Maar niet als ik bepaalde oefeningen denk van ja, dat is toch weer een beetje dit sfeertje. Snap je? Ja. En ik denk dat stigma, daar moet je vanaf. Ja. Weet je wel, hoe je het ook noemt, hoe degene tegenover je er ook uitziet. He, al is het een oude vrouw met lang grijs haar in een bloemetjesjurk. Dat stigma wat op spiritualiteit hangt, met name in onze wereld, dat moet er vanaf. En als je dat dan eens loslaat en je komt weer eens terug bij instinct en intuïtie, dan is in feite spiritualiteit je instinct en je intuïtie intelligenter maken. Ja. Zodat je het kan inzetten op de juiste momenten. Ja. En dan ben je er alweer vanaf. Dus in feite, in heel veel trainingen en heel veel dingen die je gedaan hebt, doe je het al. Alleen je hebt ze voor jezelf niet intelligent gemaakt. Dus op momenten dat je het nodig hebt, kun je het niet vinden. En op momenten dat je
in high arousal staat en in, op scherp staat, dan maakt het allemaal niet uit. Want daar ben je in getraind. Maar op het moment dat het uit moet, dan vind je het niet. Ja. Maar in die zin denk ik dus dat je alleen al dit soort dingen geen spiritualiteit moet noemen. Nee. Om te resoneren bij de common sense. Bij de doelgroepen waar wij het over hebben, is het gewoon een fucking skill. Het is gewoon een drill. Het is gewoon iets wat wat je gaat toepassen bij jezelf. Ja. Waardoor jij als oorlogsmachine, de belangrijkste machine die je hebt in oorlog, ben je langer operationeel inzet maar op het moment dat je deze skill kent. Zo simpel is het. Ja. En dat heeft helemaal niks met spiritualiteit te maken. Neem een slokje water. Dat heeft het natuurlijk wel, maar... Ik zal het Boeddha-beeld Nee, helemaal niet. Nee. Dat moet je helemaal niet doen, want daar gaat het dus helemaal niet om. Nee. Wij proberen alleen heel erg toch connectie te maken met de doelgroep die naar ons luistert en die op ons resoneert. En te kijken van waar zit nou... Dat zet je in hun rug om hun deze wereld verder te laten verkennen. Omdat ik denk dat het alle Jezus belangrijk is om onze oorlogsmachines beter te laten functioneren en langer te laten functioneren. Nee, maar het zijn valkuilen waar we allemaal in trappen. Kijk naar een podcast met Marco Kroon. Iedereen vindt wat van deze beste man. Mm-hmm. Niemand kent hem, maar iedereen vindt er wat van. Kijk het naar mezelf, want ik ben nou gewoon heel eerlijk. Als ik in die setting zit, dan vind ik er meteen wat van. Mm-hmm. Terwijl ik er niks van weet, weet je. Dus dat is ook niet eerlijk. Dus dan moet je daar doorheen prikken, moet je het loslaten. En als je dat maar lang genoeg oefent, kom je uiteindelijk in de staat dat je nooit oordeelt en alleen maar ervaart. Nou, ik probeer in mijn workshops ook altijd het eerste uur, heb ik ook met jullie gedaan, mensen echt mee te nemen in dat stukje wetenschap. Ja. En ook van, hey jongens, kijk, dit is er gewoon bekend. Want voordat mensen gaan ervaren en zich veilig voelen, moeten sommige mensen die wat meer cognitief zijn, hè, dus in hun hoofd. En veel mensen die bij mij boeken, omdat ik arts ben, zijn ook, die boeken dat omdat ik arts ben. Snap je? Dus die zitten al best wel in hun hoofd en met de sign. Ja, dus ik benoem dat altijd wel. Daarna mogen mensen ook vragen stellen. Ik kan niet alle vragen beantwoorden, want wetenschappelijk onderzoek, dat geeft ook juist heel veel vragen. Maar dat is soms wel nodig voor mensen om dan daarna te kunnen ervaren. Dus ik benader het ook altijd wel echt wetenschappelijk. Om ook de mensen die met de armen over elkaar zitten en een beetje je zo aan te kijken van... wat is dit nou precies? Ja, dat je die ook meekrijgt. Ja, want wat ik daarin bijzonder vond in het verhaal wat jij vertelde, is dat Wim Hof heeft zich een keer in laten spuiten met een of andere dode bacterie waar je ziek van wordt. Nou, het gaat verder. Een groep testpersonen. Want dat is waar Mark het ook over had. Ja, Wim, dat geloven we wel dat die heel bijzonder is. Maar het gaat er dus om dat datzelfde onderzoek, want jij refereert aan het endotoxine onderzoek, hè? Ja. Dat er dus 10 mensen zijn er waren 2 groepen. 1 groep getraind door Wim Hof en de andere groep testpersonen, guinea pigs. Ze waren eigenlijk allebei guinea pigs, maar de mensen van... ze kregen allemaal een dode bacterie ingespoten. En een dode bacterie, als je die ingespoten krijgt, een levende, dat overleef je meestal niet. Maar een dode bacterie word je 6 uur echt wel flink ziek. Nou, de groep van Wim Hof heeft de eerste 2,5 uur flink doorgeademd. Ze hadden ook al natuurlijk daarvoor met de methode getraind, met de ademhaling en de kou. En wat we dus zagen, en dit is echt changing the textbooks, de medical textbooks, dat de groep die door Wim Hof getraind was, eigenlijk niet die heftige reactie kreeg van koorts en rillingen de ziekteverschijnselen. En die controlegroep die niet getraind werd door Wim, die kreeg dat dus wel. En toen zijn ze in het bloed gaan kijken van wat gebeurt daar nou precies. En wat we dus zien is dat, wij noemen dat de inflammatoire respons of de ontstekingsreactie, dat die bij de groep van Wim sterk onderdrukt werd. Die werd sterk onderdrukt. Hoe kan ik dat uitleggen? Een ontstekingsreactie is eigenlijk op het moment dat er bijvoorbeeld ergens een dode bacterie binnenkomt, dan gaan daar heel veel witte bloedcellen naartoe om te vechten. Mm-hmm. En dat werd dus onderdrukt. En dan zou je zeggen, ja, is dat dan goed? Dan moeten toch bloedcellen naartoe om te vechten. Nou, niet bijvoorbeeld bij auto-immuunziektes. Als je bijvoorbeeld pollenallergie hebt. Ja, present. Ja? Ik heet niet alleen pollen, maar ik ben ook allergisch voor mezelf. Ja, dan zou je het wel verdiend hebben. Nou ja, dan wordt dus een pol aangevallen. Nou, dat wil je niet, want dan krijg jij vocht in je longen en dan word je kortademig. Nou, wat voor impact we dus zien bij mensen die dit doen in de workshop, is dat als je zo'n allergie hebt, dat ze veel minder last daarvan hebben als ze dagelijks die ademhaling doen. Dus ik ben ook heel benieuwd
Als jij dat... Is het nu pollenseizoen of niet? Nee. Ja, dus ik ben wel heel benieuwd... maar jij thuis is het elke dag pollenseizoen. Ja. Vraag maar als een meisje. Nee, het voorjaar, ik krijg meestal april, helemaal begin van het seizoen, de berg. Ja. Dan heb ik een paar weken echt heel heftig last van. Het is pas sinds een jaar of 6, 7, 8, denk ik, dat ik dat heb. Vroeger had ik dat ook last van. Ben dus ik heel benieuwd. Wat ontstaan is, dus ik ga dat dit jaar testen. En, we zien het bij heel veel deelnemers, zien we dus dat ze echt niet zozeer ervan genezen, maar wel de symptomen heel erg omlaag kunnen gaan. En dat is natuurlijk waanzinnig. Want voorheen heb je daar alleen maar cortison voor, hè? Puffjes. Of gewoon het doorstaan. Allemaal bullshit, het werkt dus allemaal voor geen meter. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd, want ik ben inmiddels op een punt dat ik denk van het beïnvloedt mijn... Je traint elke dag, toch? Of sporten bedoel je? Nee, de ademhaling. Nu, sinds de training, ja. Ja. Kijk jou aan, Jeroen. Ja. Jij kijkt naar Mark. Ik puf genoeg. Ik doe dat. De reden dat ik dat doe is omdat ik merkte dat het iets... dat heb ik ook al aangegeven op de call. Het deed echt iets met je biologie of zo. Met het gevoel wat je hebt. Mm-hmm. Ik merk dat het een positief gevoel heeft op mijn stemming. Stemming, ja. Ja, dus gewoon op hoe je je voelt. En dat het aan het begin van de dag gewoon heel prettig is om op die manier op te starten. En energie? Energie en gewoon en focus. Ja. Dus het heeft een positief effect. Ja. En daarom ben ik niet beroerd om dan te kijken van als je dat op een langere manier gaat toepassen. Of daadwerkelijk een positief effect kan hebben op je leven. Want dat is eigenlijk altijd wat we zeggen. Je hoeft mij niet te geloven. Ga het maar gewoon doen. Ja. Ga een maand ademen en kijk als je chronische ziekte hebt. Ga het een maand doen en kijk wat er gebeurt. Ja. Als je last van koude vingers hebt, ga het een maand in ijsbakje doen. En kijk of je daar, dat noemen we syndroom van Raynaud, kijk wat er gebeurt. Heb je pollenallergie? Nou ja, jij moet nog tot april wachten. Maar ga ademen en kijk wat er gebeurt. Je hoeft mij niet te geloven. Je kunt het gewoon doen en kijken. En daar moeten we steeds meer naartoe. Weet je? Dat je echt je eigen lijf gaat kennen. En dat je dat op een goede manier, in dit geval met ademhaling en kou en mindset, gewoon... gezond houdt of gezond maakt. Hè? Ja. Want dat is natuurlijk... Heel veel mensen misschien denken... Nou ja, een auto-immuunziekte, ja, die heb ik niet. Ja. Maar je gezondheid... Hè, het is een feit dat we zeggen vaak als mensen gezond zijn... hebben ze veel problemen. En als ze ziek zijn, hebben ze één probleem. Dat is gezond worden. Ja. Dus als jij gezond bent... zorg in godsnaam dat je gezond blijft. Weet je? En er zijn nu heel veel technieken en ook wetenschap erachter dat je bepaalde dingen kan doen om gewoon gezond te blijven. En energiek en wat jij zegt, de goede stemming, dat zijn allemaal dingen die de levenskwaliteit verhogen. Ja, en het andere wat het doet is, en dat komt een beetje terug, want ik vond het wel interessant dat jij zei dat de jongens van het arrestatieteam zo goed de opdrachten uitvoerden. Maar Jeroen had daar op een gegeven moment best wel moeite mee, omdat hij recalcitrant werd, omdat hij merkte dat het niet ademen zo... lekker was, op een bepaalde manier. Ja, daar gebeurden er allemaal dingen. Ja. En toen jij op een gegeven moment weer zei, nu weer ademen, dat hij eigenlijk zoiets had, ik wil helemaal niet meer ademen. Dat was echt bizar. Dat herken ik wel, want je kan er steeds langer niet ademen. Ja. Dat is ook verklaarbaar vanuit de wetenschappen. Maar wat ik interessant vind, is dat in die periode dat je dus niet ademt, het voelt niet alleen lekker, maar het geeft je ook een soort van een mogelijkheid. Ja, maar het geeft ook een mogelijkheid om dingen in jezelf te verkennen. Mm-hmm. Of je dingen dwars zit om bepaalde problemen door te lopen. Dat is dan heel rationeel, maar soms zit het ook dieper. Ja. Dus naast dat je je lekkerder voelt, geeft het je gewoon een moment om even te reflecteren en dingen te kijken. En zit ik op de juiste track? Of zitten mijn dingen dwars? Ik heb ook weer iets ontdekt van, dat zit me eigenlijk nog een beetje dwars. Daar kan je dan nog wat mee doen. Dus dat is een hele krachtige toe eigenlijk om meer over jezelf te leren kennen. En zelfreflectie is een van de belangrijkste skills die je moet hebben als je een goede SF-operator wil worden. En dat ben ik van overtuigd dat het zo is. Ja. En in die zin, wederom, is dat niet iets vaags. Het is niet iets engs. Het is gewoon iets waarbij je gewoon leert wie je bent en waar je uitdagingen zitten. Want op het moment dat jij in een SF-opleiding zit en je wordt aan je staart getrokken en je hebt 3 dagen niet gefroten en dan gebeurt iets in je mind. En op het moment dat jouw dingen dwars zitten die jou verrassen, dus jij weet niet dat jij bepaalde dingen hebt waar je last van hebt, omdat jij nooit het werk hebt gedaan, waar ik het nu over heb, om daar achter te komen. Dan kan dat soort van backfire en daardoor kan je bepaalde opleidingen niet halen, omdat jij ineens blijkt dat je toch een of ander trauma hebt, omdat je papa niet meer was. Je hebt het gevecht met jezelf nog niet gewonnen. Nee. Ja. En dus is in die zin, wederom, hè, dus iedereen die hier naar kijkt, wil ik zeggen van stap eroverheen dat het vaag en eng is. Ga gewoon het werk doen en zorg gewoon dat jij stabiel en gezond bent. Niet alleen in je lijf, maar ook in je hoofd.
Want dat maakt de kans dat jij de zwaarste opleidingen binnen de krijgsmacht die er zijn gaat halen. Omdat jij stabiel bent en jezelf kent. Ja, en als je dat dan loslaat, als je die ambitie niet hebt, dan word je gewoon een betere versie van jezelf. Ja. Omdat je jezelf veel beter leert kennen. Ja. Ik denk dat het in feite gewoon, als je het ervaart, realiseer je dat het common sense is. Dat het er altijd al gezeten heeft, alleen je hebt het nooit kunnen vinden. Ja, ja. Er is een disbalans, dus je brengt het weer samen. Het lijf en het hoofd, het onderbewuste en het bewuste. Net wat jij zegt, die trauma's die dan opeens in een extreme situatie bovenkomen. Hè, dat is maar beter dat je die al geïntegreerd hebt van tevoren. Echt. En met die adem integreer je dat dus. Integreer je dat lijf met dat hoofd. Hè, en trauma's zitten vast in het lijf vaak. En dan met de ademhaling kom je daarbij. Dus dat heb jij misschien ervaren, of jij Jeroen, dat je dus inderdaad ergens opeens misschien bij een stukje emotie kan komen, of een stukje inderdaad iets wat je niet verwerkt hebt. En dan geeft de adem de ruimte om dat alsnog aan te gaan. En dan kun je beter op je yogamatje doen, wat jij zegt, ja, dan dat je daar in een situatie staat op leven en dood. En er opeens een barrière voorkomt, ja, die je niet aan ziet komen. Dus daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja. Dus dat, het is gewoon een krachtig middel. Die wat mij betreft resoneert bij de mannelijke doelgroep. En dat vind ik heel erg interessant. Ja, dus, zeker. Dus ik zou zeggen, daar ga in die wereld van Wim Hof duiken. En een manier is dus om dat bij Bart, bij jou te doen. Bart Biemans. Ja. Wat doe jij allemaal? Jij hebt je woonboot waar je dus die trainingen geeft, ja, maar je hebt ook retreats. Ik doe verschillende dingen. Ik doe dingen, externe events noem ik dat. Dat kan voor corporate zijn, dus bedrijven, maar dus ook, ik ben dus ook bij Defensie geweest. Hè, en Special Forces en allerlei dingen. Extern is voor mij niet op de boot, om het zo maar te zeggen. Nee. En ik heb gewoon workshops op de boot, maar die zijn vaak voor kleine groepen tot maximaal 14. En een vervolgstap is wat je terecht zegt, is een weekend of een week retreat. En dat is vaak trainen met kou in de natuur. En ik heb nu dit jaar Noorwegen, boven de 70ste breedtegraad. Dus daar is het sneeuw tot april. Lekker. IJsland en Italië. Italië is wat meer luxe voor de mensen die even in willen stappen. En ook wat lekker, ja. Biertje erbij. Ja, iets minder ontberingen. Maar desalniettemin, ook hartstikke leuk. Wat is jouw allergrootste wens wat jij zou willen bewerkstelligen in de medische wereld? Ja, nou, voor mij is de Wim Hof methode heel erg belangrijk en die heeft mij heel veel gebracht. Vooral ook heel veel contacten, waaronder bijvoorbeeld nu jullie. Maar bij mij resoneert het meeste nog inderdaad zieke mensen met een chronische ziekte. Ja, dat je die mensen weer een leven terug kan geven. Dus dat zou ik heel graag met de Wim Hof methode doen. Dus misschien daar ook nog op die kant wat meer specialiseren. En voor mij is het ook wel inderdaad, ik geloof heel erg dat we op een soort splitsing zitten van de gezondheidszorg. Waarin we dus het conventionele hebben met de medicijnen. En nu steeds meer alternatieve methodes. Is dat ook een verboden woord? Oh, nee. Alternatieve methodes die we met wetenschap moeten gaan ondersteunen. Waardoor ze meer body krijgen en we dus steeds meer als patiënt ook keuze krijgen tussen, hè, gaan we medicijnen doen of operaties, het meer conventionele, of kunnen we het ook op een andere manier gaan benaderen. En ik gun iedereen die mogelijkheid. En daarvoor zullen we dus het alternatieve wat meer moeten structureren, wat meer wetenschap eronder moeten zetten, zodat mensen niet in een soort jungle van alternatieve geneeskunde komen. Ik denk dat daarin de wetenschap belangrijk is om dat kwakzalver imago aan te pakken en de goede methodes en de werkende methodes te onderscheiden. Een platform te geven. Van de bullshit. Ja, ja. En daar wil ik voor gaan staan. En daar zullen de gebeurtenissen en de mensen op afkomen. En ik weet mijn volgende stap nog niet. Maar dat gaat. Ik ben wel heel enthousiast en vol verwachting. Gaaf. Ja. Ik ben echt heel erg benieuwd waar het toe gaat leiden, want het is natuurlijk nog wel een klusje. Ja, maar een leuk klusje. Heb jij alles gezegd? Ik heb denk ik wel alles gezegd, ja. Bam. Nou, wel anders? Nee. Ik ga weer ademen. Dus jongens, we gaan ademen. Bart, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Bedankt. Scherfschutters. Uit. Uit.